staan hier bij de organisator van de Vlaams-Brabantse peiling, Corbeek-Leu. Van welke wielerclub wordt deze wedstrijd uitgegaan? Van de Koninklijke Veloclub hier in Corbeek-Leu. En de wedstrijd betreft een juniorenwedstrijd? Een juniorenwedstrijd, 1.14, een beker van België. Er is gisteren ook gereden, dacht ik? Gisteren was er in Angro ook een beker van België. En ja, het is uniek, maar dat is omwille van de covid-maatregelen en zo, dat ze toch twee wedstrijden op twee dagen gezet hebben voor de beker van België. Waarom gebruik je de naam Vlaams-Brabantse pijl? Onze eerste wedstrijd dat we ingericht hebben voor de beker van België en voor junioren, interclub, dat was in het jaar dat de provincie Brabant gesplitst is in Vlaam-Brabant en Waals-Brabant. En toen waren wij vier. Hè? En we zijn gestart met de Vlaams-Brabantse pijl als titel van onze wedstrijd. Daar bestond al een Brabantse pijl, maar dat is in Dworp. Hè? Dat is voor profs. Maar... En nu wordt dat gestart in Leuven en die arriveren nu in Overijssel ondertussen. Maar... Het parcours is ook aangepast, denk ik, naar gelang de Grote Prijs Scherens vandaag, dacht ik. Nee, niet noodzakelijk. Ons parcours kruist elkaar niet. Hè. Wij blijven meestal hier in de streek. Normaal rijden we tot in Hoegaarden, 10 Hoegaarden, maar wegens... Koutrof is ook een probleem. Hè. En we ons parcours moeten aanpassen. En oorspronkelijk hadden we dan toch nog wel een grotere lus. Dat zou gaan over een klein stukje Bevekom. Wel Waals-Brabant dan, maar omwille van dan de regenval van de laatste maanden was dat wegdek nog slechter geworden. Het was al niet de best en we moeten ons parcours aanpassen en nu hebben we dat moeten beperken tot 7 plaatselijke rondes. Hoe lang zijn de rondes? De rondes zijn 16,3 kilometer. Dat is toch wel een heel eind, denk ik, hè? Ja. Ja, hoe is het parcours? Vlak, heuvelachtig? Het is vrij vlak. We hebben twee hellingen. We gaan in Bremt, een gehucht van gemeente Bierbeek. Daar slagen we links op en dan gaan we de autostraden over. Dat is toch wel een pittig stukje. En dan komen we terug via Neervelp, rijden we naar de Watertoren. En dat is toch ook al een beetje een helling dat ik kan tellen. Hè. Als ze dat 7 keren moeten nemen, we hopen dat dat een beetje koersgebeuren kan opleveren. Hè. Is dit de enige organisatie over het hele jaar genomen? Normaal gezien is dat voor ons de enige organisatie. Ja. En dat is jaarlijks? De toekomst is verzekerd? Ik hoop het. Als we aan de sponsoringen blijven, dan is de toekomst verzekerd, denk ik. Hè. We hopen volgend jaar dan nog te mogen inrichten. Normaal gezien doen we dat altijd ter gelegenheid van Corbeek Kermis. En dat is in de maand mei, begin maand mei. Maar toen mochten er geen jeugdwedstrijden plaatsvinden. En dan hebben we dat moeten uitstellen en hebben we een nieuwe datum gevraagd van 15 augustus. Wat dat we dan verkregen hebben bij Belgium Cycling. En ja. Wat de wedstrijd betreft zelf, veel kanshebbers. Maar wordt er iemand naar voren geschoven als kandidaatwinnaar? Veel kandidaatwinnaars, denk ik. Er zijn verschillende teams met toch wel... Ja, in verschillende teams zitten toch wel kandidaatwinnaars, denk ik. Draait het uit op een groepsprint? Ik hoop van niet. Omdat het de laatste kilometer van ons parcours is nogal vrij bochtig. Hè? En ik hoop dat er een beetje een afscheiding komt. De wind zou een rol kunnen gespeeld hebben, maar die is toch tamelijk stil op dit moment, denk ik. Hè? Ja, dat de wedstrijd een beetje kunnen kleur geven, hè? Een beetje meer wind. Ja, want ze komen toch een stuk op een open vlakte en zo. En, hè? Wanneer ze naar de Watertoren toe klimmen, dat is vrij open. En ja, als er dan geen wind staat. Maar het zijn in ieder geval de renners die gaan bepalen hoe dat de wedstrijd gaat verlopen. Hè? Okay. We hopen dat ze er rap en snel invliegen. Hè? Okay. Veel succes met organiseren en veel succes in de toekomst. Dank u wel.